De Nederlandse handposters zijn het WK in Duitsland zaterdagavond begonnen met een vervelende nederlaag. Zuid-Korea was in Leipzig met 22-24 ten sterk voor de vice-wereldkampioen. Louisa Bing was de topscorer bij Oranje, de speelster van Issy Paris Hand, die met haar eerste treffer tegen Zuid-Korea haar 500ste Interland goal maakte tekende voor 11 doelpunten. De handbosters speelden vorig jaar bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro op weg naar de vierde plek met 32-32 gelijk tegen Zuid-Korea. Bij 2K van 2013 won de Aziatisch kampioen van Nederland 29-26, net als bij 2K van 2011 38-26. Dat waren alle drie O-groepswedstrijden. In totaal won Oranje maar één van de voorgaande 12 vondelingen ontmoetingen, bij het WK van 2005, eerder op zaterdag won Servië in de poelen van Oranje met duidelijke cijfers van China, 43-23. Gastland Duitsland was vrijdag in de openingswedstrijd van het WK altijd sterk voor Cameroen. 28-15. Nederland speelt zondag vanaf 18 uur zijn tweede groepsduel tegen China. De nummers 1 tot N met 4 van de vier poeles van zes landen plaatsen zich voor de achtste finales. Oranje eindigde twee jaar geleden bij het vorige WK als tweede nadat de ploeg in de finale verloor van Noorwegen. De Noorse vrouwen waren een jaar geleden ook te sterk voor Nederland in de K finale. Nederland begon zaterdag in Aena Leipzig nog wel aardig aan het duel met Zuid-Korea. Dat twee jaar geleden bij het WK in Denemarken strandde in de achtste finales. Oranje had in het eerste kwart van de wedstrijd steeds een voorsprong van één of twee goals, totdat Zuid-Korea een tussensprintje inzette van 9-7 naar 9-11. Bij Rust stond Nederland zelfs drie treffers achter: 11-14. De ploeg van Ponscoach Helle Thompson kwam halverwege de tweede helft weer op gelijke hoogte, 17-17. Maar Nederland bleef ondanks de doelpuntenregen van Abing moeite hebben met scoren. Zuid-Korea maakte bij een 19-17 achterstand vijf treffers op rij en die marge van de Aziaten niet meer weg in de spannende slotfase.